Kijk, als je heel goed kijkt, dan zie je hier nog een beetje een litteken zitten. En daar zat dus ooit een moedervlek. Maar ja, die ging een beetje jeuken, een beetje ontsteken. Dus toen ben ik naar een dermatoloog gegaan. Die heeft hem onderzocht. En vervolgens is hij weggehaald. En een dermatoloog is iemand die weet alles over de huid. En ik mag vandaag met eentje meelopen. Dit is dokter Suzanne. Zij is dermatoloog en weet alles over moedervlekken en andere huidproblemen. Nou, wat ik me nou altijd al af heb gevraagd. Waarom heet een moedervlek een moedervlek? Zal ik het je zeggen? Nou, ik ben heel benieuwd. Ik weet het ook niet. Oh. Nou, zijn er een heleboel mensen die moedervlekken hebben. Ik heb er ook een aantal. Maar hoe weet ik nou wanneer ik naar een arts moet daarvoor? Als die gaan jeuken, bloeden, van vorm veranderen, dan is het wel raadzaam om even naar een dokter te gaan. Oké, dus mijn moedervlekken, zolang ze dezelfde kleur hebben, dezelfde vorm en ik er niks aan werk, dan is het oké. Een mens krijgt gemiddeld zo'n 20 moedervlekken op zijn lichaam. Maar hoeveel jij er precies hebt, dat heeft te maken met wat je van je vader of je moeder erft. In je huid zitten pigmentcellen die UV-stralen van de zon opnemen om je huid te beschermen. Heel veel van die pigmentcellen bij elkaar vormen een moedervlek. En die kunnen verschillende kleuren hebben. Licht of donkerbruin, zwart, grijs, paars, blauw of rood. De meeste zijn onschuldig, maar als ze erg veranderen, dan is het slim om even naar de dokter te gaan. Dit is Cenk. Al vanaf zijn geboorte heeft hij heel veel moedervlekken en is er ook al een aantal keer aan geopereerd. Vandaag controleert Suzanne hoe het met zijn moedervlekken gaat. En wat controleert de dokter als ze naar jouw moedervlekken gaat kijken? Ja, ze controleren of het anders is, of het dik aanvoelt, of een andere kleur zit, of er boepeltjes in zitten. En dat is niet goed, als dat zo is? Dan kan ik huidkanker krijgen als dat wel is, want dan moet er snel geopereerd of weggehaald worden. Cenk gaat 1 keer per jaar naar de dermatoloog om te laten controleren of zijn moedervlekken in orde zijn. Prima. En gelukkig ziet het er allemaal goed uit. Ja. Cenk is nu klaar, maar dermatologen houden zich niet alleen bezig met moedervlekken, ze behandelen allerlei soorten huidaandoeningen. Dit is Isa. Zij komt ook voor controle, maar wel voor iets heel speciaals. Ik ben pas geopereerd aan arteriovenöse malformatie. Wat zeg je nou? Arteriovenöse malformatie. Arteriovenöse malformatie. Dat wat Isa zei is een probleem in je bloedvaten waardoor je bulten krijgt onder je huid. Oké, en waar is dat bij jou? Hier. Hier. Hier zie je het niet heel goed, maar... Oké, dus jouw arm is wat dikker dan je andere arm. En hier. Oh ja. Kinderen met een aangeboren vaatafwijking worden geholpen door een speciaal team. En in dat team zit dokter Christianne. En omdat het ziekenhuis zo groot is, sjeest er rond op een step. Zo, een dokter op de step. Dat is cool. Hallo, goedemorgen. Nou, we gaan even kijken of we een goed plaatje kunnen vinden waarin de, zoals Isa dat heel erg mooi noemt, de achterjoveneuze malformatie heel goed te zien is. Daar. Daar zit een groot soort prop. Ja. Dat is niet goed. Nee, dat zijn al de adertjes. En dat was toen een stuk dikker nog, hè, toen die er nog zat. Ja. En als we nu een foto zouden maken, hoe zou het er dan nu uitzien? Dan ziet het er hopelijk uit dat, dat deze wel nog te zijn, dus die grote dikkerts. En al deze naar de vingers. Maar dat dit grote zwarte gedeelte, dat helemaal weg is. Ja. En uiteindelijk dit hetgene wat we helemaal weg hebben gehaald. Wauw. Maar u zei dus net dat het kan terugkomen. Het kan terugkomen, ja. Maar dan zou Isa weer opnieuw geopereerd moeten worden. Dat is altijd in overleg met Isa. Dus als Isa weer zo bij ons binnenkomt, dan weten wij alweer genoeg. Ja. Okay. Zo. Dus. Nou, ik vind jou hartstikke stoer. Echt. En ik ben super blij dat het weer goed met je gaat en dat ellendige ding eruit gehaald is. Ja.